Vandaag laat ik je stap voor stap zien hoe je een gezonde shakshuka maakt. Dit is een gerecht boordevol groenten en levert voldoende eiwitten door de aanwezigheid van peulvruchten en eieren. Allereerst neem je een halve rode ui, verwijder het velletje en snijd deze in grove stukjes. Vervolgens neem je 2 tenen knoflook en ook deze snij je in kleine stukjes. Neem vervolgens 4 tomaten en snijd deze in blokjes. Verwarm nu een beetje olijfolie in een diepe koekenpan en voeg hier vervolgens de groenten die je zojuist gesneden hebt hieraan toe. Fruit dit voor ongeveer 3 à 5 minuten op middelhoog vuur. Neem vervolgens een punt paprika en snijd deze in stukjes. Een gewone paprika kan natuurlijk ook. En voeg deze vervolgens ook toe aan het groentemengsel in de pan. Breng dit op smaak met de volgende kruiden: komijn, paprikapoeder, chilivlokken en een beetje zout. De hoeveelheden hangen compleet af van je eigen smaak. En laat vervolgens het groentemengsel voor 5 à 10 minuten op middelhoog vuur zachtjes pruttelen. Vervolgens voeg je een blik bonen toe. Ik gebruik hier cannellini-bonen, maar iedere boonsoort is prima voor dit recept. En voeg ook een blik tomatenblokjes toe. Roer dit allemaal goed door elkaar heen. Laat dit vervolgens nog een paar minuten pruttelen en maak vervolgens 4 kleine kuiltjes in de saus. Hierin stort je per kuiltje 1 ei. We maken hier een recept voor 2 personen. Laat dit vervolgens met de deksel op de pan zo'n 10 minuten zachtjes pruttelen of totdat de eieren gaar zijn. Het is van smaak afhankelijk of je de eidooier helemaal doorgekookt wil hebben of juist nog een beetje zacht. Afhankelijk daarvan moet je het net iets langer of iets korter laten pruttelen. Ik heb als voorbeeld voor dit recept ook even 2 van de eieren nog een beetje losgeklutst. Mocht je nou een heel eigeel niet lekker vinden, kan je dat ook altijd doen. Dat zijn de bovenste 2 eieren. Serveer dit vervolgens met in stukjes gesneden volkoren pitabrood. En garneer het met wat verse koriander. Zo heb je een heerlijk gezonde shakshuka. Vond je dit een leuke video? Geef ons dan een duimpje omhoog en klik hier om je te abonneren op ons kanaal. Kijk op happyhealthy.nl voor meer informatie en daar vind je ook onze afslankreceptenbijbel. Ons kookboek met meer dan 100 gezonde recepten om mee af te slanken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!